Yo kijkers van Gewoon Gerlof, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ben ik hier samen met Kees en ja, wij gaan even uitleggen waarom wij YCREF gaan spelen. Dus Kees, doet je mic by the way? Ja. Oké, top. Ja, waarom wij dus zeg maar YCREF gaan spelen is gewoon, ja, Kees had vroeger ook in Upgrade. Het is ook gewoon een RL vriend van mij. Dus ja, wij gaan gewoon lekker YCREF spelen zoals vroeger, dus map 3. Dus verwacht wel gewoon weer video's van mij op YCREF. Ook ben ik partner. Ik kan wel even in de chat typen. Hi. En die heeft de Lord Rank Perms. Dus de rank van 100 euro was die toch? Ja, volgens mij wel. Ja. Dus dat is ook wel sick. Ja, wij willen dus gewoon weer let's plays gaan maken op YCREF. Ik hoop dat jullie daar gewoon weer zin in hebben. Heel veel mensen zeggen, waarom ben je weg met Frisky, dit dat. Ik record nog wel op Frisky, alleen ik wil ook YCREF spelen. En Blazer zei van, je mag niet op twee faction service partners zijn. Nou ja, dat is fijn. Dus ik record nog wel gewoon Frisky. Dus, en ik heb ook helemaal geen ruzie met Blazer ofzo. Heel veel mensen denken dat ik een ruzie met hem heb ofzo, maar dat is niet zo. En mensen denken ook over die prank call. Nou ja, die was wel gewoon, die was nep. Dat zei ik op het laatste, was gewoon een... nee, hebben we van tevoren afgesproken wat grappig was. Dus ja, dus, ik stop niet met Frisky Games, maar ik ben wel gewoon partner op YCREF. En wij gaan gewoon weer van die leuke video's maken die wij eerst ook hebben gedaan in map 3. Ja, YCREF die is eigenlijk ook gewoon map 3, want er zijn geen roads. Het is gewoon alle oude ICK items zitten er weer in. Ja, het is wel 8 man factions in plaats van 12 van map 3, maar dat maakt niet uit. Dat is ook gewoon prima, ook gewoon oude kots van map 2 zitten erin. By the way, Kees gaat ook YCREF en zo recorden, zijn kanaal zit in de beschrijving. Dus ja, check hem. Maar ja, wij zoeken by the way ook nog één iemand in onze faction. Dus ja, ben jij gewoon chill, laat even een comment achter of PM op Discord. Dan zou je kunnen joinen. Dus ja, we hebben dus zeg maar nog een plekje vrij. Ja, dat is het een beetje. Ik hoop dat jullie mij gewoon weer gaan supporten. Ook al maak ik YCREF video's. Ook nog even voor de mensen die denken van, what the fuck? Houdt partner rank nou eindelijk in? Nou ja, op Frisky Games heb je ook partner rank. Op veld PvP heb je partner rank. Dat houdt gewoon in. Je zorgt voor de promotie voor de server. Je zorgt dat de server lekker gaat draaien doordat die goed gepromoot wordt. Je zorgt voor nieuwe spelers. En ja... Ik krijg er ook een beetje betaald voor, dat mogen jullie gewoon weten. En ook op Frisky was dat al die tijd zo. Dus ja, dat is gewoon zo, dat houdt partner rank in. Stel Hackability gaat ook partner worden, dan wordt hij ook gewoon betaald. En XJest is ook partner op YCREF, dus hij wordt ook gewoon betaald. Dus dat terzijde, en dan weten jullie dat voor de mensen die niet weten wat partner inhoudt. Dat betekent ook gewoon dat je een... ja, zoals nu ook. Ik heb gewoon gratis Lord rank. Dat zit gewoon bij mijn partner rank in. En normaal kost die rank 100 euro. Zoals die Ali Fox, Gapple en Dracusa hebben. En partners die hebben dat gewoon gratis. Dus je hebt gewoon meer voordelen als dank voor het promoten van de server. Dus ja, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Drop zeker een like als je mij gaat supporten op YCREF. En alle SOTW info die staat in de beschrijving. Dus ja, de SOTW is vrijdag. Alle informatie die staat in de beschrijving, dus check het zeker. Ja, ik doe ook even een linkje van de trailer in de beschrijving van het kanaal van YCREF. Abonneer ook even op dat kanaal, heeft volgens mij bijna 100 subs. En Kees staat ook in de beschrijving. Dus Kees en ik gaan YCREF spelen. Net zoals map 3 en begin map 4. En ik hoop dat jullie er heel veel zin in hebben. En tot de volgende video. Later.